Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb een tijdje geleden al dit hart laten zien. Dit is een soort anatomisch gevormd hart. Dus dat lijkt dan ongeveer op het hart wat ook in ons lichaam zit. Dus je hebt er ook eentje met de verschillende bloedvaten en zo. En verschillende delen. En veel van jullie die wilden heel graag dat ik ging laten zien hoe die er van binnen uitziet. Je kunt er in ieder geval in knijpen. Van buiten is het een beetje rubberachtig. Maar wat erin zit, dat weet ik nog niet. Maar goed, vandaag gaan we dat ontdekken. Ik ga het dus openknippen en daarvoor heb ik verschillende messen en scharen. En ik geloof dat het best stabiel is. Vooral het omhulsel. Als eerste ga ik het dus proberen met de schaar. Ik heb al een bordje eronder gelegd, want je weet natuurlijk nooit wat eruit komt. Misschien komt er ineens wel blubber uit. Maar de schaar die komt er niet zomaar doorheen. Dus nog eventjes een verzoekje aan jullie, niet nadoen. En als je het na wilt doen, vraag het dan in ieder geval eerst even aan je ouders. En zorg ervoor dat die je dan ook helpen. Het is natuurlijk altijd interessant om te weten wat er in een speelgoedstuk zit. Nou, met de schaar lukt het in ieder geval niet, dus ik pak even een heel scherp mesje. Dat moet je natuurlijk helemaal niet gebruiken als je zoiets gaat doen. Maar ook dit mesje heeft er nog moeite mee. Kijk, nou heb ik hem. Hier kun je het filmmateriaal al een beetje zien. Volgens mij ziet hij er van binnen precies zo uit als een knuffeldier. Dus er komt niks slijmerigs of viezigs uit. Kijk, het ziet er eerder uit als watten. Ik haal het er allemaal eens even uit. Oké. Dit is het hart, het is nu helemaal hol. Je hebt alleen nog maar het omhulsel ervan. En je kunt hem zo omkeren. Zo ziet hij er dan van binnen uit en kun je dat goed bekijken. Het is een beetje een huidskleurige, een beigeige kleur. En dit zijn nu alle watten. Dit is het filmmateriaal. Dit zat er in de Squeezy Heart. Dit lijkt me vooral iets wat er in kussens of knuffeldieren zit. Dus dit was sowieso niet slijmerig van binnen. Dat was het dan over dit kleine experimentje. Wat er dan in zo'n hart zit. Zoals ik al zei, doe dat liever niet thuis na. Daarvoor doen wij het hier zo op het kanaal. En als je het wilt, dan moet je het absoluut eerst aan je ouders vragen. Als jullie mijn video leuk vonden, geef me dan een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter en vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!